Goedendag, ik ben Caroline Poulijn en werk bij Elia. En ik ben verantwoordelijk voor de communicatie over het project Buizingen-Oostkerk. Als Elia zijn wij de beheerder van het transmissienet en transporteren wij dus elektriciteit. Wij bouwen het elektriciteitsnet van de toekomst en in het kader daarvan voeren wij nu het project Buizingen-Oostkerk uit. Het betreft hier de aanleg van een ondergrondse kabel met een spanningsniveau van 150 kilovolt en de afbraak van een bovengrondse luchtlijn die momenteel staat tussen Buizingen en Oostkerk. We zitten momenteel aan de start van het vergunningsproces en normaal gezien organiseren we dan infomarkten om iedereen te informeren over het project, het tracé, het vergunningsproces. Dat is momenteel niet mogelijk omwille van de coronamaatregelen en daarom proberen we jullie op een andere manier te informeren. Het project Buizingen-Oostkerk is noodzakelijk omdat de bestaande bovengrondse luchtlijn het einde van haar levensduur nadert. Dus we gaan de luchtlijn vervangen door een ondergrondse kabel die tussen het hoogspanningsstation van Buizingen en het hoogspanningsstation van Oostkerk loopt. Op dit kaartje zie je hoe het traject van de kabel zal lopen. Dit is een ander traject dan waar de luchtlijn vandaag loopt. En we starten in het hoogspanningsstation in Buizingen. In totaal is de kabel 14,7 kilometer lang, waarvan 8,7 kilometer in Vlaanderen loopt. Eerst moeten we de wettelijke procedures doorlopen om een vergunning te verkrijgen. We hebben het dossier en de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend en op 30 maart werd dat volledig verklaard door de Vlaamse overheid. Nu zitten we in een tweede stap, namelijk het openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek is een onderzoek waar u als buurtbewoner of als betrokkenen een bezwaar of een opmerking kan formuleren. Dit kan nadat u het dossier hebt ingekeken, op de gemeente of digitaal hebt ingekeken. Een bezwaarschrift kan ingediend worden via de gemeente of via het omgevingsloket. De exacte datum van de start van het openbaar onderzoek wordt meegedeeld op onze website, de website van Stad Halle, als ook op de gele affiches die geplaatst worden naast de delen van het traject die vergunningsplichtig zijn. Het openbaar onderzoek duurt 30 dagen. Daarna verleent de Omgevingsvergunningscommissie een advies over het voorgestelde traject en het project. En daarna is het aan de Vlaamse overheid om een definitieve beslissing te nemen op basis van alle adviezen. De aanleg van de kabel zal ten vroegste in het voorjaar van 2021 starten. En de werken verlopen steeds in verschillende fasen. We werken dus niet aan het volledige traject op hetzelfde ogenblik. In totaal wordt er 14,7 kilometer kabel aangelegd, waarvan 8,7 kilometer kabel in Vlaanderen ligt. Het tweede deel van het project, namelijk de afbraak van de bovengrondse luchtlijn, zal ten vroegste starten in 2024 en in totaal worden er 29 masten afgebroken. We zitten nog maar in de vergunningsfase, dus het is vandaag nog niet gekend welke impact en welke omleidingen er bijvoorbeeld al zullen zijn. Ook weten we nog niet in welke straat we wanneer zullen werken. De informatie over de exacte timing van de werken, de omleidingen en de exacte impact voor u als buurtbewoner zullen we u allemaal geven enkele weken voor de start van de werken. We zullen dan een infomarkt organiseren waarop al deze informatie beschikbaar zal zijn. Wij informeren u verder via onze website, via bewonersbrieven en de flyer die ook de buurtbewoners ontvingen. Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren op het e-mailadres omwonenden@elia.be of via ons 0800-nummer.